Wat vond jij van die emotie, René? Een beetje uit de hand laten lopen? Ik vond het tot nu toe het leukste debat wat ik gezien heb. Ondanks dat ik op een gegeven moment ook wel weet allemaal... dat zal wel met de zorgtoeslag gaat eraf, huizen worden gebouwd en allemaal prima. Ja. Maar het was leuk. Het was leuker als die mensen die voor die lantaarnpaal stonden de eerste keer. De tweede keer vond ik dat er te veel zaten aan die tafel. Hmm. Ik denk als je gaat zitten dat ze minder door elkaar heen zouden praten. Ja. Als je staat heb je... Eerder heb je iets van, ik ga het nu doen. Terwijl je zit, heb je meer rust, denk ik. Maar wat gekke was, na de reclame denk ik, ik ga het even bespreken. Hè? Want het is natuurlijk zelf, heb je het ook wel door. Maar dan besprak je het met ze en dan hielden ze het even vol. En dan gingen ze gewoon weer. Ze wilden zo graag. Wat hadden ze vandaag, Rutger? Nou, ze hadden wel scoringsdrift en dat is ook wel nodig, denk ik. Want ik vond de campagne tot nu toe vrij saai. Er gebeurde eigenlijk weinig. Er werd ook niet echt kleur bekend. En... ik heb dit debat wel ervaren als misschien wat laat... maar wel de aftrap van de campagne. Ik heb nu pas gezien dat bijvoorbeeld een Timmermans... een maatje te klein is voor een debat als dit. Je bedoelt in zijn figuurlijke... Nee, ik heb wel... ik bedoel, dat is toch de eurocommissaris... die dacht wel even premier te gaan worden hier. En dat valt hem echt vies tegen. Ik moet ook dat is grappig dat je dat maar zegt. Maar het is ook wel lekker als je anderhalf uur met elkaar lult... dat je eigenlijk maar één ding oplost. Dat het ziekenhuis in heerlopen blijft. Ja, dat is ook lekker. Ja, zeker. Ik ben hier wel lang voor bezig geweest dan. Ja. Lekker, man. Maar gisteren was natuurlijk Wilders hier. En in afloop sprak ik hem ook nog even in de wandelgangen. En die verbaasde zich ook over die hele campagne überhaupt van Timmermans. Die zei het volgende. Ik vind het eerlijk gezegd, ik had verwacht dat hij een wat betere campagne zou voeren. Dat hij meer aanwezig zou zijn. Hij deed dat, wat ik ook van zijn politiek vind, bij de Europese parlementsverkiezingen. Deed hij dat hartstikke goed, ook veel beter dan nu. Hij kan het wel. Maar het is nu alsof hij er geen zin in heeft. Alsof er staat iemand die, nou ja, we hebben het vorig weekend gezien, op en neer naar Malaga vliegt, een debat bij RTL afzegt. Ja. En ja, hij straalt uit. Ik ken hem heel lang al. We komen niet alleen samen uit allebei Limburg, maar we zijn ook al 100 jaar geleden Kamerlid geweest, allebei. Ja. Alsof hij al een beetje zich erbij heeft neergelegd dat hij niet gaat winnen. Daar lijkt het op. Ja? Dat is wat hij zegt. Maar kijk, hij zegt geen zin. Zin heeft hij er wel in, denk ik. Maar hij staat er een beetje bij als een bokser die eigenlijk die laatste klap nog moet krijgen. Hij hangt al in de touwen bij. Ja, hij hangt al in de touwen. Nou, ik denk dat hij in Brussel gezeten heeft en hij dacht... ik word de nieuwe minister-president in Nederland. Hij is hierheen gekomen. Hij heeft het geweldig onderschat, want... Omzicht met zijn kennis, die veegt hem de neus af. En Wilders, die is zo goed in het debat, die bluft hem steeds af. En hij heeft langzamerhand door dat hij voor een verloren zaak vecht. Hmm. Het is afgelopen voor hem. Dus ja, hij moet nog verschijnen, maar het heilige vuur zie ik niet meer. Maar gisteren hoorde ik hem nog zeggen dat hij nu pas los zou gaan. Ja, maar hij is 9 jaar weg geweest. Ja. 9 jaar heeft hij in Brussel gezeten, eurocommissaris. Ik ken hem nog toen hij Kamerlid was van de PvdA. Toen liep hij met een rugzak en grote bergschoenen op. Kwam hij de Tweede Kamer binnen als een echte straatvechter. Dan zit je 9 jaar in Brussel en in Brussel word je niet tegengesproken. Nee. In Brussel wordt alles wat tegen jou is afgeschermd. Ik heb het nu zelf ervaren ook met Hoekstra. Als je een kritische vraag hebt, word je gewoon opzij geduwd, letterlijk. Ja. Dus Timmermans heeft 9 jaar een debat als dit helemaal niet meegemaakt. En die staat hier nu in. En hij dacht in Brussel, ik ga het even doen. Hij is van die vier, is hij gewoon de minst sterke. Ja. En als je bezig bent, merk je dat zelf ook. Ja, dat denk ik ook. Je bent niet achterlijk. Nee, maar dan gaat hij zo. Dat is een taxatiefout van en de Partij van de Arbeid en van GroenLinks. Want die dachten... hij maakt ons groot. Ja, nou ja, ik had hem in de Hofkar en daar zegt hij... dus een programma wordt ook uitgezonden trouwens, bij de NPO. Kijken daar mensen naar? Jawel. Oh, daar is hij weer. Ja, heel goed. Oh, mezelf mag ik wel lachen, toch? Ja. Nee, maar daarin... want dit was natuurlijk Mr. Klimaat, hè? Met de klimaatpaus. Ja. Dus hij zegt ook zelf... ik was de man die GroenLinks en PvdA bij elkaar zou brengen. Namelijk, GroenLinks kan mij hebben, want ik ben een klimaatman. Nou ja, hij heeft zo'n beetje de rode loper uitgelegd voor biomassa. Als ik dan zeg tegen hem, is nog niet helemaal gelukt... dan zegt hij tegen mij, ja, maar jij was een voorloper... en dat was ik nou eenmaal niet. Met andere woorden, dat zet hij gelijk opzij. Dat was hij dus al niet. Een of andere Jan Lul met een microfoon is dan een voorloper. En hij niet. Maar je bent niet de minste natuurlijk. Nou, dat is wel waar. Maar dat applaus voor Rutger, dames en heren. Ja. Ja.
Maar ja, hij heeft dat van dat hele klimaat nog geen punt gemaakt in deze campagne. Dus het is helemaal... Nee, dus maar is zijn niet... klimaatplan in Brussel, dat is ook helemaal verminkt geworden. Nou, het laatste week... Jawel, daar is een hele hoop uitgehaald en de scherpe randjes zijn er vanaf, hoor. Nee, nou ja, dat is... Ik bedoel, als we het voorbeeld biomassa nemen, is dat één grote flater geweest. Ja, en dat geeft hij een... Ja, hele bossen voor kappen. Ja, maar dat geldt voor jou ook natuurlijk. Kijk, jij zou ook een mindere dag kunnen hebben. Dat kan. Dat kan iedereen hebben. Ja, tuurlijk. Maar dan zou je dat toch ook na een kwartier doorhebben? Nou ja, toen dat dus... Kijk, even dat debat. Hè. Dus ik hoorde ook dat Caroline van de Plas had gezegd... Kiphok, nou moet Caroline zich als geen ander bij kippen thuis voelen natuurlijk. Ja, lijkt mij. Kijk hier, Kiphok. Ja. Met die 8 was echt een Kiphok toen. Ja. Aan die tafel bij Nee, maar bij ons ging het ook wel een beetje. Misschien dat we... Hebben we er iets van of niet? Even zo boem, boem, boem. Ja, komt-ie. Het eerlijke verhaal is dan ook een eerlijke economen, verhaal. Hè? Economen zullen dat bevestigen. Hebben ze ook gedaan in de media. U Gaat vertelt u sprookjes. Gaat u vertelt dit niet echt sprookjes. Hoogleraren die zeggen met de plannen van Timmermans... hij haalt dat geld niet eens op omdat dit mensen failliet gaan. Op, nee. Okay. Of de bedrijven het land uit willen. Hoogleraar Jacob zegt... 200.000 banen. Is wel eens niet. Gaan jullie even verder. Het leuke eraan is... Ik heb een aparte uitzending. Maar ik heb een aparte oplossing. Maar dit doe ik graag. Volwassen mensen allemaal, hè? Het is ook een beetje uit de lol. Die andere ging. En ik laat die twee maar even lullen. Ja, op een gegeven moment kwam ze ook... Nee, maar dit is ook wel voor de lol een beetje. Ja, maar we smachten er ook naar. Want we hebben nu allemaal beleefdheidsdebatjes gezien hiervoor. En ik heb hier voor het eerst vuurwerk gezien.